Daar hangt hij weer. Weet jij nog wanneer we voor het eerst zagen? Ja, het is 2 jaar geleden, denk ik. Ja. En toen was het echt van, Jezus, dit is hem. Mooie wolkenluchten trouwens. Mm-hmm. Heel subtiel. En rechts ziet het er heel Nederlandse polder uit. Ja. En links zijn het de Italiaanse Alpen. Ja, ja, ja. Er werd altijd een nieuwe wereld gecreëerd uit onderdelen. Ja. Toch heel bijzonder om te weten dat, zoals het verhaal gaat, mijn oud-oom hier zeer opgesteld was. Ja. Hoe klein en bijna onbetekenend die ook lijkt. Ja. Hoe het allemaal begon, van Boijmans kregen we een verzoek of we mee wilden doen. Zij wilden aan de restitutiecommissie voor bindend advies voorleggen of dit roofkunst was of niet. En daar hebben we toen ja op gezegd. En ze hadden een tentoonstelling over Boijmans in de oorlog. Ja, daar hing deze ook als mogelijk roofkunst. Dus toen zijn we uitgenodigd om er naar te komen kijken. En toen zagen we voor het eerst echt. Paleis Het Loo gaat de herkomst onderzoeken van een aantal porseleinen borden. Mogelijk zijn die afkomstig van de Joodse bankiersfamilie Goodman. Het zou gaan om kunst die geroofd is door de nazi's. En ook het Rijksmuseum en 3 andere musea hebben hoogstwaarschijnlijk delen van dat servies in hun collectie. Dit waardevolle meizenservies behoorde waarschijnlijk ooit toe aan de Joodse bankiersfamilie Goodman. Dat ontdekte kunstonderzoeker Arthur Brandt. Goodman moest het in 1934 onder dwang van de nazi's veilen. Zoals met zoveel Joodse kunstcollecties gebeurde in die tijd. Nu duikt dus een deel van die Goodman-collectie op in Nederlandse musea, waaronder het Loo. En het wordt tijd dat het servies wordt teruggegeven. My grandfather was Herbert Max Goodman. He was a banker. His father, Eugen Goodman, was one of the founders of the Dresden Bank. His life really changed when the Nazis very rapidly took over control of the Dresdner Bank in early 1933 and stripped him of pretty much all his roles from then on. And after that, it was really downhill for him and the family until he and my mother and my 2 uncles left Germany in 36 and 37 and came to the UK. I never met my grandfather because he died in 1942 and I was born in 1950. So I only knew him through the photographs. You know, when you're young, you just think old people are all something out of a fancy dress party that you've never been, you know, you don't understand that they're real people. They're just pantomime. So I don't think I really began to think about my grandfather until about 2000, when I went back to Potsdam, to his house, Herbertshof. And I'd seen pictures of this big house, and I thought, well, it's a very big house. You know, we never lived like that. And then I went there, and it was this extraordinary ruin at the end of a long track, with almost no other houses there. And it wasn't that long after the wall had come down, and the house was just inside the east. And I went into the house. I was on my own walking along this corridor, and I had this book of photographs of this unbelievably opulent, beautiful house with its art collection and amazing furniture and wall hangings and extraordinary place. And I began to just see it as it must have been. And I was very moved, and I felt very strongly that I felt very strongly my relationship with these people, with my grandparents. And I had this very overpowering feeling that's never left me, that these people had lost everything. He struggled. He tried to find work as in the city of London as a stockbroker. He didn't get very far with that. 60-year-old German Jewish banker refugees were not at the top of anyone's list for employment. He was also, he became very ill. He had cancer and he died in this country in 1942.
Even kijken. Portret van oom Jos Goshawk door een vriend van Niekerk. Door zijn vriend van Niekerk. Zo herinner ik hem ook. Ja. Oom Jo. Ik heb bijvoorbeeld heel veel foto's wel van mijn grootmoeder en van oud-tantes. Van hem is niks, zeg maar. En ja, hij was dus kunstenaar. Iemand die ook veel reisde. Hij verzamelde, hij had een enorme verzameling 17e eeuwse schilderijen. Het is echt een project wat we samen, nou ja, waar we nu een aantal jaar mee bezig zijn. Om uit te pluizen wat het lot van oom Jo is geweest. Maar wat er eigenlijk naar voren komt is dat je ontzettend veel activiteiten ziet in de jaren 30. Hè. Elke maand zien we ergens, wordt hij al in de krant vermeld als penningmeester hier, organisator daar. En eigenlijk wordt het stil op het moment dat de oorlog uitbreekt, ja. In 1940. Zelfs zo stil dat als hij ergens werk bij een expositie inlevert, dat hij graag wil dat dat niet onder zijn naam, maar anoniem gebeurt. Je krijgt de indruk dat hij gaat schuilen. Ja, ik denk toch dat hij het idee heeft dat hij onder de radar moet blijven. Omdat hij Jood is, omdat hij ziet wat er met Joodse collega's in Duitsland gebeurt. En dan in 1942, dan wordt hij opgepakt. Sommige mensen uit de kunst en uit de wetenschap, die krijgen een soort andere behandeling dan andere Joden. En die worden in een kasteel en nog een huis bij Barneveld ondergebracht. Samen met zijn zus Elise wordt hij daarheen getransporteerd. En vanaf dat moment is zijn kunstverzameling vogelvrij. Hij moet dingen achterlaten hier in de Oberstaat. Er gaan waarschijnlijk ook dingen mee naar Barneveld en Raken dan zoek. Dat ging op een gegeven moment toch mis. En toen is de mensen die in Barneveld zaten, zijn naar Westerbork getransporteerd. Maar het vreemde is dus inderdaad dat hij dan het kamp uit mag met zijn tekenspullen, met zijn tekengerij. En dat hij dan van buitenaf bijvoorbeeld het kamp in beeld brengt. Het heeft iets heel lugubers, vind ik altijd. Maar ook bijvoorbeeld de woonwagens van de Roma en Sinti, die er dan buiten het kamp staan opgesteld, ook die tekent hij. Het ziet er totaal anders uit nu, hè? Dus het was een kale heide. Vlakte. Het is nu bos. Het is nu allemaal bos. Ja. Dus het is bijna niet meer te herkennen. Ik ben er geweest een keer. Ja, daar schiet mijn emoties nog. Ik werd er zo emotioneel. Om daar te lopen, waanzinnig. Natuurlijk gewoon door wat je weet. Maar het was echt afschuwelijk om daar te zijn. Nou ja. Dacht je toen ook aan hem? Ja. Ja. Dat was echt vreselijk. Ja. Nou ja, ook omdat hij natuurlijk beschrijft hoe die daar weggevoerd is op een gegeven moment. Ja. Langs deze spoorlijn. Heel gek, ja. En het grote probleem is eigenlijk dat dan op een gegeven moment ook door de Duitsers zijn volledige administratie geconfiskeerd is. En dat maakt het voor hem na de oorlog heel moeilijk om aan te tonen wat hij had, laat staan wat ermee gebeurd is. Nou, de restitutiecommissie die moet altijd twee vragen beantwoorden. Eén, is het in hoge mate aannemelijk dat een verzoeker de oorspronkelijke eigenaar was van het kunstwerk of een erfgenaam van die oorspronkelijke eigenaar? En twee, is het voldoende aannemelijk dat die oorspronkelijke eigenaar het bezit onvrijwillig heeft verloren van het kunstwerk door omstandigheden die direct te maken hadden met het naziregime? En de restitutiecommissie is in 2001 opgericht, 20 jaar geleden. In de jaren daarvoor, in de jaren 90, toen was het toch vrij algemeen en zowel in binnen- als in buitenland het gevoel ontstaan dat het in die eerste jaren na de oorlog toch op zijn zachtst gezegd niet heel zorgvuldig aan toe was gegaan met de restitutie van nazi-roofkunst. Er is toen in 1998 een grote internationale conferentie georganiseerd in Washington. Daar is ervoor gepleit om voortaan een soepel teruggavebeleid te gaan hanteren met betrekking tot nazi-roofkunst. Er zijn toen ook 11 uitgangspunten opgesteld, de Washington Principles. En die Washington Principles, ja, die vormen nu de basis van het Nederlandse restitutiebeleid.
Hoe het gaat is dat claimanten, erfgenamen, die menen dat zij dat een bepaald kunstobject in hun familie thuis hoort, dat zij daar een wettige claim op kunnen doen gelden, die melden zich bij de restitutiecommissie. Sinds 2018 is onderzoek gescheiden van de commissie. De commissie geeft een opdracht van onderzoek aan het NIOT, aan het expertisecentrum voor restitutie, aan onderzoekers die vervolgens aan de slag gaan en proberen om vast te stellen wat de geschiedenis van dat object is. Je begint op de plekken waar de meeste informatie over kunstcollecties in Nederland is verzameld. En dat is op het RKD, Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie. Dus dat is een goed beginpunt voor een onderzoek. Dit is de veilingcatalogus uit 1934, waarbij de verzameling van Herbert Goodman is geveild. We hebben meerdere afbeeldingen van de schilderijen die op dat moment geveild zijn. Bijzonder dat er zoveel in één keer van een man geveld is. Hier hebben we de borden waar het om gaat. Dit is een foto van 3 van de 24 van de Meissen-collectie. Met lot nummer 357. Bij het vaststellen van onvrijwillig bezitsverlies hanteren we in Nederland een stelregel. Die gaat als volgt. Als een oorspronkelijke eigenaar het kunstwerk heeft verkocht in Nederland na 10 mei 1940... of in Duitsland na 30 januari 1933, met andere woorden, ten tijde van het Hitler-regime. En die oorspronkelijke eigenaar die behoorde tot een van de vervolgde bevolkingsgroepen, Joden of Sinti of Roma. Als dat het geval is, dan kun je ervan uitgaan dat dat onvrijwillig is gebeurd. Dat het onder druk is geweest van dat naziregime. Tenzij nadrukkelijk anders blijkt. My family's case has always been that this was a forced sale and that he was being persecuted financially, if not physically, by the Nazis who then controlled the bank where he used to work. My grandfather was part of a consortium of a small group of bankers and financiers who backed a scheme in Egypt which failed. The bank initially wrote off the debts. They simply were taken off the books, they were written off, and that was the end of it. But they were resurrected after the Nazis took control of the bank in 1933, and the members of this consortium were faced with an enormous personal debt that they were told they had to repay. The amount of the debt was grossly inflated, and offers to settle it by my grandfather were refused. They said he had to pay them in cash and pay them now. The Jewish members of the consortium were all forced to pay up promptly. The one member of the consortium who was not Jewish, a man called Leibrecht, was effectively let off. He was given extremely favorable terms, which really dissolved his obligation to pay. And that, to my mind at least, was a very clear indication that the sale was the product of anti-Semitic persecution of a financial kind. Ja, de schulden van Goodman die vinden hun oorsprong in de bankencrisis van 1931. Dus 2 jaar voor de machtsovername door de nazi's in 1933. Maar volgens mij moet je wel in oogschouw nemen dat in die periode voor de machtsovername dat er een heel sterk antisemitisch klimaat heerste in Duitsland. En dat met name de Joodse bankiers echt tot zondebokken werden gemaakt. En echt als schuldigen werden aangewezen voor de bankencrisis. Dat is bijvoorbeeld ook te zien op een verkiezingsaffiche van de NSDAP in 1932. En dan zie je hier 4 eigenlijk karikaturen getekend. Met ook vol met Joodse stereotypen natuurlijk daarin verwerkt. En hier, dit is inderdaad Herbert Goodman. Die wordt daar echt prominent afgebeeld. Als een van de schuldigen van die bankencrisis. Uiteindelijk hebben we ook nog een mondelinge behandeling van deze zaak gehad. Dat de verschillende partijen ook nog hun kant
van de zaak konden verwoorden. En ik kan me heel goed herinneren dat met name ook dat verhaal van de erfgenaam, meneer Fitzgibbon, dat was een heel indrukwekkend verhaal. Het was niet zo dat ik nou echt op andere gedachten kwam, hè, in mijn oordeel. Ik had op basis van de bronnen die we hadden gekregen, was ik zelf tot een conclusie gekomen. Na dat verhaal van met name meneer Fitzgibbon werd ik in dat oordeel gesterkt. Nou ja, als je de collectie kent van hem, dan zie je van ja, dit moet een juweeltje voor hem zijn geweest. In het onderzoek is daar in het heel bijzonder nog wel een tikje schrijnende tekst naar boven gekomen. Precies, en dat gaat er met name om een briefwisseling in de jaren 70 tussen verschillende mensen die Goschalk hebben gekend. Ja. En die beschrijven hoe zij gehoord hebben dat het gegaan moet zijn. Jos Goschalk, de tekenaar en Haagse bohemien, wou er nooit afstand van doen. Maar Vitale Bloch, lukte het om dit juweeltje los te peuteren. Aan veel van Vitale's aankopen zitten trouwens dergelijke geschiedenissen vast. En op een gegeven moment schrijft iemand anders daarover, of die herhaalt dit verhaal, of die heeft ook dit gerucht gehoord. Die schrijft, ja, het werd losgepeuterd toen die misschien al in Westerbork was. Ja, nou, dan denk je, kijk, dat is nou een typisch geval van roofkunst. Wie was Vitale Bloch? Vitale Bloch was een kennis van Goschalk. Het was een Russische Jood die ook in de kunsthandel zat. Die ervoor gekozen heeft om de nazi-autoriteiten te helpen met hun kunstjacht. En in ruil daarvoor eigenlijk zijn leven is gespaard. Dit zijn ze. Dat klopt, ja. Dit is de afbeelding met daarop een etiket op de achterzijde van het karton vanuit het RKD. En in 1940 in ieder geval gesignaleerd is bij de collectie Vitale Bloch in Den Haag. Ja, bij het RKD vonden de onderzoekers 3 fotokaarten. En op 2 van die fotokaarten stond het jaar 1940 en op die 3e fotokaart stond het jaar 1945. Nou, en in andere archieven vonden de onderzoekers nog 2 brieven uit de jaren 70. Nou, dus we hadden dus te maken met allerlei tegenstrijdige bronnen. En dat was ingewikkeld om te beoordelen. We zaten echt met een dilemma. Wat we toen hebben gedaan, we hebben advies ingewonnen van Rudy Eckhardt. Dat is de oud-directeur van het RKD en ook een expert echt op het gebied van die collectie van het instituut. En we hebben aan hem gevraagd, nou, hoe moeten we nou die fotokaarten beoordelen? Zijn dat betrouwbare bronnen? Hoe kan het dat daar verschillende jaartallen op staan? Nou, en hij heeft er naar gekeken en hij antwoordde dat je die jaartallen op die fotokaarten echt moet zien als momentopnames. Dat ze zijn gemaakt in de tijd zelf. En dat als er staat 1940, dat een sterke aanwijzing is dat Bloch in 1940 al de eigenaar was van dat schilderij. En dat er op een andere kaart 1945 staat, dat geeft een sterke aanwijzing dat Bloch in 1945 nog steeds de eigenaar was van dat schilderij. Daar was hij heel stellig in. Helemaal erachter komen doe je eigenlijk niet. Hoe zo'n transactie dan plaats heeft gevonden. Of er inderdaad sprake is van er zijn dingen losgepeuterd, of er zijn misschien dingen verkocht, maar misschien niet tegen een eerlijke prijs. Misschien is er misbruik gemaakt van de benarde positie waar Goschalk in zat. Nou, in mijn eigen onderzoek heb ik ook heel veel te maken met mondelinge overleveringen. En ik weet dat je daar ontzettend voorzichtig mee moet omgaan. Het geheugen is nou eenmaal heel onbetrouwbaar. Herinneringen die gaan zich heel snel vervormen. En als je dan naar die brief uit de jaren 70 kijkt, waarin staat dat Bloch tijdens de oorlog dat schilderij zou hebben losgepeuterd, dan moet je wel realiseren dat het een brief van 30 jaar na de oorlog is. Bovendien moet je ook bedenken dat die brief is gebaseerd niet op eigen herinneringen, maar op mededelingen van iemand anders. En terwijl ook nog die andere persoon die mededeling heeft gedaan, zelf in een eerdere brief had geschreven dat Bloch na de oorlog dat schilderij zou hebben gekocht. Met andere woorden, het is echt op basis van horen zeggen, op basis van een gerucht. Uiteindelijk
heeft de restitutiecommissie die twee dingen, zeg maar, de wat administratieve bewijzen van een kaart met een datum erop en een wat emotionele gekleurde verhaal heeft ze naast elkaar gezet en heeft misschien met medenemen van nog andere argumenten heeft besloten dat de schilderij in bezit van Boijmans zou blijven. Aan de andere kant heb ik altijd het idee dat dit soort dingen ontzettend goed worden uitgeplozen. Er is niks wat zij niet wat hun ontgaat. Je kan ze geen onzorgvuldigheid verwijten. Hoogstens dat ze toch niet, of voor ons althans niet, een prettige afweging hebben gemaakt uiteindelijk. Nou, dit zijn ze dan, de meisjesborden. Oh, this is the Meissen itself. Okay. Because I've never seen these in real life. Gosh, thank you. I feel quite emotional looking at those. Gosh, it really sort of brings it to life. What kind of emotions do you feel? Well, I feel I'm looking into the past. I'm right there. They have, although I'm not physically touching them, they have real presence. They put me right back there. Then in November 2019, they made the decision in our favour. But I make it clear that we're not in this for the money. That's not the point. It would be very nice if there was some financial compensation, and I hope and expect that we will be offered something. But that's not the main purpose. The main purpose is to achieve recognition of what's happened to these pieces, where they came from, how they were taken from my family. And I would expect that if they ever are put on display, that there will be an accompanying notice or sign which explains that their provenance is from a forced Nazi sale. Ja, vorig jaar is er een commissie hier geweest onder leiding van Jacob Koonstam, en die heeft het Nederlandse restitutiebeleid geëvalueerd. En die heeft ook bewerkstelligd dat er een nieuw beoordelingskader is gekomen. Nou, in dat nieuwe beoordelingskader, daar is heel veel hetzelfde gebleven, hè. Die twee vragen over eigendom en over onvrijwillig bezitsverlies, die moeten nog steeds heel duidelijk beantwoord worden. Maar er is ook een belangrijke verandering gekomen in dat nieuwe beoordelingskader. In het verleden was het soms zo dat de restitutiecommissie verschillende belangen tegen elkaar ging afwegen. Bijvoorbeeld het belang van het museum of het belang van het openbaar kunstbezit. En dan kon het zo zijn dat, terwijl die twee vragen met ja waren beantwoord over eigendom en onvrijwillig bezitsverlies, dat toch een kunstwerk bij het museum bleef. Omdat het nou eenmaal van zo'n groot belang voor de collectie van dat museum was. Nou, en die mogelijkheid die creëerde, begrijpelijkerwijze, nogal wat onrust, met name bij verzoekers. En in dat nieuwe beoordelingskader is dat dus niet meer mogelijk. Daarin staat het als die twee vragen met ja zijn beantwoord, dat er dan altijd een substantiële vorm van rechtsherstel moet volgen. En dan kan het dus niet zo zijn dat een schilderij bij het museum blijft, omdat het nou van zo'n groot belang voor dat museum is. Het museum kon en deed dat ook, heeft een heel betoog gegeven waarom dit schilderij heel belangrijk is in de collectie, En precies past, en er zijn er niet zoveel van, en daarom is het geweldig belangrijk. Nou ja, en
dat zijn pre-Koonstam argumenten. En in het post-Koonstam tijdperk, denk ik, had dat niet meer zo meegespeeld. Want daar mag het nou niet meer over gaan of het mooi past in de collectie van welk museum dan ook. Destijds hebben we heel goed gekeken naar die verschillende bronnen. Hè? Dus aan de ene kant die brieven uit de jaren 70 op basis van mondelinge overleveringen. En aan de andere kant die fotokaarten uit de jaren 40 bij het RKD. En toen zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het niet voldoende aannemelijk is dat er hier sprake was van onvrijwillig bezitsverlies. Het had er alle schijn van dat Bloch op een normale manier dat schilderij van Goschalk heeft gekocht. Met andere woorden, die tweede vraag hè, over dat onvrijwillig bezitsverlies, die is niet met ja beantwoord. En als we nou volgens dat nieuwe beoordelingskader dat is opgesteld na de commissie Koonstam, als we daar volgens dat nieuwe beoordelingskader opnieuw naar die zaak zouden gaan kijken, dan zou die tweede vraag nog steeds niet met ja beantwoord kunnen worden. Met andere woorden, dan zou dus de uitkomst precies dezelfde zijn geweest. Terwijl je op zoek bent naar dit soort hele zakelijke informatie, kom je ongemerkt steeds meer over een man te weten wiens lot je aangrijpt. Vooral ook omdat je ziet wat hij zelf voor pogingen gedaan heeft om de scherven van die oorlog nog enigszins bij elkaar te voegen aan het einde van zijn leven. En ik denk dat in dat proces je toch een gevoel van, ja, misschien is het misplaatst, maar een gevoel van verantwoordelijkheid krijgt om iemand eigenlijk postuum te helpen bij dat proces van de dingen bij elkaar te leggen en de puzzelstukjes weer bij elkaar te brengen. Dan ga je begrijpen hoe iemand zich, of je gaat vermoeden hoe iemand zich voelde. En dan kom je eigenlijk steeds dichter naast hem te staan. Dat is heel gek. Nee, maar ja, als het schilderij er niet was, of het spoor van dit soort schilderijen, hadden we ons misschien ook niet zo gestort op zijn leven en hadden we hem ook niet zo leren kennen. Nee. Dat is zeker waar. Nee. Naar wij vernemen is de bekende kunstschilder en graficus Jos H. Goschalk uit Wassenaar maandagavond overleden. Goschalk was steeds zeer actief op het gebied van de organisatie van kunstenaarsverenigingen. Goschalk is overleden aan de gevolgen van een hersenschudding die hij bij een ongeval met zijn bromfiets opliep. Maar goed, dan maak je dus alles door wat hij heeft meegemaakt. En dan kom je bij een brommerongeluk om het leven. Het is cynisch als je Westerbork of als je Theresiëstad hebt overleefd om dan op een... Het is heel, en waarom zit je op je 77ste nog op een brommer? Kun je ook afvragen. Het verhaal ging dat hij tegen een auto, vrachtwagen aanreed. Aangereden, ja. 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 Nee. Lullig. Lullig. Ja. And he would say these things, and I'm not sure exactly to whom or when, but things like, always sing the song of life. What an extraordinary thing to say for a man who'd lost everything. And he said, sense of humor lost, everything lost. Money lost, nothing lost. So you can get the spirit and the soul of this person. I think that he was probably a deeply lovable human being. And then there's a story that he goes, oh yeah, when he was in England, he has a bet and he gets a tattoo, a blue Chinese dragon. So Herbert, I should mention that while living in London, a specialist by the name of Sutherland tattooed the entire length of his left arm with a red and blue Chinese dragon. I mean, what a dude. That is a cool thing to do, isn't it? What's the sort of rich German banker doing getting a dragon on his left arm? I think it's marvelous. I mean, there is a sort of lingering sense of loss about the whole thing, obviously. I mean, we lost far less than many people, thank God, but still, of that, there's a sense of loss of that whole world that they had, which, I don't know if we'll ever recover that. Don't think so, not now. So this restitution thing is, as I say, it's a token, really. It's a
a very narrow bridge to that world. A bridge we can't really cross, but it's a bridge all the same.